Goedenavond, beste kijkers. Daar zijn we weer. Hebben jullie er ook zin in? De volgende aflevering van Drinkthee met René. En uiteraard weer even een lekker kopje groene thee erbij. Als je koffie drinkt is natuurlijk ook goed. Of iets anders. Het gaat er even om dat we weer gezellig aan de praat gaan. Heb je moeite om je te focussen of heb je weinig energie? Welkom, ik ben René van der Schraaf, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik help mensen om een positief en gezond leven te leiden, waardoor ze gelukkiger worden. Ik heb na de middelbare school 29 jaar bij Defensie gewerkt, tot ik in 2006 met mijn business ben begonnen. Ik zocht iets wat ik voor mezelf kon opbouwen en waarmee ik anderen zou kunnen helpen omdat ik in mijn baan niet meer helemaal happy was. Nou, dan wordt het tijd voor wat anders uiteraard. Ik ben hiermee naast mijn baan begonnen en na 3 jaar ben ik fulltime met mijn business verder gegaan. Ik ben wel bij Defensie weggegaan, ik ben gaan lesgeven op een mbo-opleiding. Maar ik vond die business voor mij zo leuk dat na 3 jaar heb ik die mbo-baan heb ik ook aan de kant gezet. En ik ben gewoon fulltime met mijn business verder gegaan. En dat levert ongelooflijk veel waardevolle momenten en vrijheid op. Dus ik ben nu druk bezig om andere mensen te helpen. En ik kan me niks anders waardevolles bedenken dan andere mensen helpen om een gelukkiger bestaan te gaan leiden. Om nog even terug te komen op de vraag. Heb je moeite om je te focussen of heb je weinig energie? Want ik merk om me heen, en met name ook als ik online ben, dat best wel veel mensen daar moeite mee hebben. Nou, nu is het zo dat stress en vermoeidheid zijn in Nederland zo gewoon geworden dat eigenlijk niemand hier meer van opkijkt. Het patroon is maar al te bekend. Hè? We zijn de hele dag bezig met werk, met doelen, met verplichtingen. En er komen de dagelijkse taken die gepaard gaan met het zijn van een verantwoordelijk volwassen mens. We hebben uiteindelijk heel weinig mogelijkheden om die druk die we dan hebben op die tijd, om die te verlichten. Nou, ondanks het feit dat er velen zijn die ervoor kiezen om hun druk bezig zijn als een soort eer te zien. Want sommige mensen die kunnen er echt lekker over opscheppen. Nee, geen tijd, ik ben druk, 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 druk. Nou, dan blijft het een feit dat onze geest die is gewoon niet gebouwd om alle chaos die zich in ons leven ophoopt, om dat dag in dag uit te verwerken. Nou, een van die bijwerkingen van stress en vermoeidheid is dat ze allebei onze mentale focus en energie kunnen verslijten. Waardoor we ons voor de lunch al leeg en uitgeput voelen. Is dat herkenbaar? Als je meeluistert, geef het even aan in een commentaar. Is dat herkenbaar? Ik zou het leuk vinden. Je mag het ook in een replay aangeven. Maar ik denk dat best wel veel mensen dat herkennen. Dat we op een gegeven moment voor de lunch al denken van pff, zo. En dan moet ik nog een halve dag. Nou, om je best te doen en over het algemeen wat meer van je leven te genieten, moet je scherp, gefocust en verjong blijven. En ik geef je zo enkele ideeën om je daarmee te helpen. Eerst even een slokje heerlijke thee natuurlijk. Het is wel leuk, ik werk nu voor het eerst met een softwareprogrammaatje wat die livestream regelt op Facebook. Dat betekent dat ik voor me het scherm heb met de camera. Rechts van me heb ik ook nog een scherm waar dat softwarepakket op zit. Maar om naar te kijken of alles een beetje goed loopt, heb ik links een iPad staan. Om te kijken hoe dat dan overkomt. Maar die iPad die loopt dus een paar seconden achter. Dat is best wel even wennen in het begin. Leuk. Oké. Ideeën om je te helpen, om je beter te focussen en wat meer energie te hebben. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Even kijken hoor, nou zit geloof ik mijn computer een beetje vast. Even kijken wat die gaat doen. Ja. Nou, dan moeten we even kijken of we dat een beetje uit het hoofd kunnen doen. Het zou wel lekker zijn. Ah, daar zijn we weer. Altijd goed hè, als we nog een keer in beeld zijn. Goed. Zorg voor voldoende slaap. Heel belangrijk. Ik heb dat een paar keer terug toen ik Drinkthee met René had. Een aflevering heb ik het daar ook over gehad.
Zorg voor voldoende slaap. Dat is altijd ontzettend belangrijk. Er zijn mensen die kunnen echt veel te lang, veel te weinig slapen. Nou, opzettelijk je lichaam de slaap ontnemen en ongelooflijk vroeg opstaan of zo, dat is niet goed. En na verloop van tijd doet minder slaap dan de aanbevolen 7 tot 9 uur, doet niks anders als je mentale focus en je helderheid aantasten. Dat kan je korte en je lange termijn geheugen beïnvloeden. En uiteindelijk merk je dat gewoon in je lichaam. Het voelt gewoon niet goed. Nou, dus zorg ervoor dat je in ieder geval 7 uur slaap krijgt. Tuurlijk is het een beetje per persoon verschillend, maar gemiddeld moeten we toch wel iets van 7 uur slaap hebben. Ik weet nog in de tijd dat ik bij Defensie werkte en ik had oefening dat het ook wel eens wat minder was natuurlijk. Want ja, daar moest je nog wel eens andere dingen doen. Maar dat merkte je wel, want je was gewoon back-off na die oefening. Als je al een tijdje op een bijna lege tank rijdt, ja, dan is het misschien tijd om je wekker eens een keer 1 of 2 nachten uit te zetten. En als dat niet lukt, ga er dan een avond van tevoren eens wat eerder in. En met slapen wordt ook bedoeld niet alleen in je bed liggen, maar gewoon echt slapen. Hè? Er zijn te veel mensen die liggen in bed, maar die zijn nog bezig met een mobieltje en weet ik wat allemaal. En die hebben het mobieltje naast zich liggen. En dat mobieltje is dan ook niet afgedekt. Dat als ze 's nachts, terwijl je ligt te slapen, een appje binnenkomt of wat dan ook, dan staat die misschien qua geluid wel uit, maar dat hele licht, dat verlicht de kamer. En dan slaap je heel onrustig. Dus wat ik persoonlijk altijd doe, mobiel ligt gewoon op een heel andere kamer. Die ligt niet naast mijn bed. Dus dan zeg je, ja, hoe kan het dan? Nou, ik ben of uit de tijd dat we geen mobieltjes hadden. En ik had een gewone telefoon ook niet naast mijn bed staan. Dus als mensen me nodig hadden, nou, dan konden ze me op een ander moment wel even bereiken. Niet midden in de nacht. En hoe vaak is er dan nodig, hè, midden in de nacht? Het tweede punt waar je op kan letten is, neem wat pauzes. Wat onze cultuur, hè, of de nieuwste tech-goeroes ook zeggen, onze geest is niet ontworpen om een hele dag door te gaan. Ik merk het zelf heel goed. Ik zit best wel veel achter de computer. En ik moet er elke dag even uit. Of in ieder geval even wat anders doen. Vandaar dat ik 's middags, nou is het met mijn werk ook best wel makkelijk. Maar vandaar dat ik 's middags vaak even naar buiten ga. Even gaan wandelen of ik ga even een stukje auto rijden. En als het 's winters is of het is te koud, dan ben ik gewoon in huis met allerlei dingen bezig. Of ik ga alsnog even naar buiten. Het ligt er een beetje aan wat voor weer het is. Maar ik moet even wat anders doen. Ik niet de hele dag alleen maar met mijn gezicht in die computer zitten kijken. Nou, want daar is dat kopje is er niet voor ontworpen. De focus is op zijn best als we overdag regelmatig geplande pauzes nemen. Dus als je nou moeite hebt om je te concentreren, probeer dan gewoon 60 minuten sprinttechniek. Wat bedoelen we daarmee? Schakel je meldingen uit. Maak je computerscherm vrij van afleiding. Sowieso belangrijk. En werk 1 uur aan een project. Als ik iets belangrijks te doen heb, dan doe ik ook alles op mijn computer. Wat er niks mee te maken heeft, dat doe ik weg. En dan ben ik alleen daarmee bezig. En neem aan het einde van het uur dan even een pauze van 20 minuten. Maak een stevige wandeling, pak wat water, doe een beetje yoga of wat dan ook. Of lees een blog of een boek. Nou, noem maar op. Maakt niet uit. Maar doe absoluut iets anders dan wat je gedaan hebt. Nou, dat soort simpele dingen zullen je helpen om je gedachten af te leiden van je hoofdtaak. En zo kun je je opnieuw gaan focussen op een nieuwe taak. Of misschien wel op dezelfde taak, ook goed. Maar je kunt je in ieder geval opnieuw focussen. Even een slokje, hè, want dan gekletst heb ik een droge mond van. En dan zie ik dat ik, nu ben ik gewend. Tenminste, ik werk nu voor het eerst met die presentatie erbij. Kijk, dit is het volgende punt. Zorg voor voldoende slaap, neem pauzes, drink veel water. Ik moet wel even doorgaan met die. Met die presentatie ook erbij. Drink veel water. Water kan je zelf slimmer maken. Ja, dat is echt waar. Dat is gebleken uit een onderzoek van studenten die examen deden en water dronken tijdens dat examen. En het bleek dat ze gewoon wat alerter waren en wat betere resultaten hadden dan degene die geen water dronken. Je ziet heel vaak bij examens, zie je, dan zitten ze met frisdrank en weet ik wat. Sowieso niet goed voor je gezondheid. Maar met water, ja, je hersenen, die leveren een groot deel op water. Ja. Dus ze zijn afhankelijk van water om te kunnen functioneren. Chronische uitdroging op een hele reële manier resulteert in minder effect
efficiënt brein. Een efficiënt brein. Dus als je regelmatig hydrateert, water drinkt, of thee is ook goed hoor, dan heeft dit invloed op je focus, het heeft invloed op je korte termijn geheugen, het heeft invloed op je lange termijn geheugen, en het heeft zelfs invloed op je probleemoplossend vermogen. Nou, het gaat erom dat je gedurende de dag regelmatig water drinkt en dat zo gemakkelijk mogelijk maakt. Kijk, ik zit hier op een kantoor en ik heb het al eens eerder. Ik heb hier gewoon een fles staan, een dopper en regelmatig. Ik heb dit glas overdag heb ik ook naast me staan. Thermoskan erbij, hoppakee. En dan lekker water drinken of thee drinken. Maar je moet het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Het ligt er even aan je werksituatie. Zit je veel in de auto, dan is het handig als je ook iets van een dopper of weet ik veel wat bij je hebt. Maar, of een bidon, hè, ook goed. Maar leg dan, voordat je 's ochtends vertrekt, even je autosleutels bij de bidon. Zodat je hem niet vergeet om die bidon mee te nemen. Allemaal van die kleine tips om lekker makkelijk mee door te gaan. Volgende puntje. Ga zweten. Ja, lekker zeg. Ga zweten. Ja. Trainen. Trainen is namelijk niet alleen goed voor je hart en je spieren. Maar naar de yoga studio. De sportschool gaan of gewoon joggen heeft een ongelooflijke kracht op het effect van op je hersenen. Dat komt omdat we tijdens een training meer zuurstof gebruiken, waardoor onze mentale energie en focus gedurende de dag verhogen en tegelijkertijd spanning en stress loslaten. Nou, dat zijn zaken die we natuurlijk willen. Ik weet niet of je dat wel eens merkt, en al zou je nog niet eens gigantisch hard trainen of wat dan ook, al ga je maar even wandelen, wel een beetje stevig doorstappen zou ik dan zeggen. Nou, dan merk je al een enorm verschil na die tijd. Ga dan op zijn minst 20 minuten, half uurtje wandelen, want anders dan heeft het niet zoveel nut. Nou, sommige onderzoeken tonen zelfs aan dat de mentale focus en IQ-prestaties gedurende 2 volle uren na een training verbeteren. Dus als je lekker getraind hebt, dan is je mentale focus en je IQ-prestatie 2 uur daarna nog beter dan dat het voor die tijd was. Nou, je kunt proberen dan 's ochtends te trainen, zodat je die voordelen gewoon kan meenemen naar je dagelijkse werk. Dat is niet voor iedereen weggelegd, snap ik. Maar als het kan, probeer het gewoon. Het zal echt een enorm verschil maken in je mentale helderheid en je focus. Het 5e puntje. Train je hersenen. Dat is niet alleen goed voor nu, maar ook voor later. Als jij het gevoel hebt dat je moeite hebt met focussen, welkom bij de club. Heel veel mensen hebben moeite met focussen. Dus je bent een van de ongeveer 7 miljard mensen die er hetzelfde over denken. En veel van ons hebben moeite om bij hun taak te blijven. En kunnen we onze prestaties met een beetje oefening toch drastisch verbeteren. Nou, het idee is om er een uitdaging van te maken voor jezelf. Kies een activiteit. En of het nou gaat om het lezen van een boek, het spelen van een spel, een strategiespel of het schrijven. Daag jezelf vervolgens uit om die activiteit steeds langer vol te houden. Net als trainen voor een marathon. Met een marathon trainen ga je niet gelijk die ruim 40 kilometer hardlopen. Dan begin je met een paar kilometer en dat wordt steeds meer. Nou, dat kun je dus met dat lezen en al die andere dingen dus ook doen. En zelfs als je maar 5 minuten extra toevoegt of een extra alinea schrijft, zul je uiteindelijk geleidelijke verbeteringen in je mentale uithoudingsvermogen gaan zien. Als je je gedurende langere tijd concentreert. En bovendien word je steeds trotser op jezelf. Het volgende punt. Eet wat hersenvoedsel. Maar we gaan eerst even wat drinken. Voldoende drinken, was er gezegd. Water drinken dan wel. Je bent wat je eet. Nou, hetzelfde geldt voor je hersenen. Door energierijk voedsel te eten. Dat langzaam verbrandt. En je lichaam en geest kunnen je hersenen de voeding krijgen die het nodig heeft om gedurende de dag te verwerken. Dus overweeg om voedsel toe te voegen zoals havermout, trailmix, studentenhaver bijvoorbeeld, en fruit. En overweeg hele voedingsmiddelen zoals groenten als hoogwaardige hersenbrandstof met een hoog octaangehalte voor je hersenen. En neem geen of minder geraffineerde suikers en eenvoudige koolhydraten, want die doen meer kwaad dan goed. En bovendien kunnen ze voor een crash zorgen, dat je gewoon een beetje instort halverwege de dag.
waardoor elke taak ontspoort. Nou, dat wil natuurlijk helemaal niemand. Goede hersenvoeding is ook goede lichaamsvoeding. Fruit, groenten en noten zijn ook goed voor je hart- en bloedvaten. Het zevende puntje alweer. De tijd gaat hard als het gezellig is. Maak tijd om te ontspannen. Ik heb er laatst nog een post over geplaatst. Ontspanning is geen verloren tijd. Mensen denken dat wel eens, maar dat is helemaal niet zo. Want je geeft je geest even de gelegenheid om een beetje orde op zaken te stellen. Je kan je dromen weer even een beetje doorlopen. Dus onze dagen lijken veel te vaak op sprints, op sprinten. We zijn druk met allerlei dingen. Allerlei taken die we absoluut moeten volbrengen. Ja, dan branden we op. Raken gefrustreerd. Voegen die taken toe aan de lijst van morgen. Terwijl we morgen eigenlijk ook al geen tijd hebben. Nou, dat betekent dat we nog harder moeten sprinten om bij te blijven. En een van de beste dingen die je kan doen om je mentale helderheid en je focus te verbeteren, is gewoon even door niets te doen. Ik zei het net al. Het is geen verloren tijd niets doen. Niets doen betekent ook bijvoorbeeld ga mediteren, neem een bad, ga knutselen. Of doe een balspel, hè, of een ander spel. Ga bijvoorbeeld ook eens naar een restaurant zonder je computer mee te nemen. Ik weet niet hoe sommigen daar tegenaan kijken. Er zijn mensen die leven ongeveer met een computer, een laptop en of iPad en die moet altijd mee. Nou, ga eens een keer naar een restaurant zonder die mee te nemen. Voer een gesprek met een vriend. Hè? Of ga een dutje doen zelfs, een powernap. Als het om geestelijke gezondheid gaat, is minder soms gewoon meer. Ja, als je iets minder doet, dan word je uiteindelijk alleen maar beter van. Het leven is af en toe toch wel chaotisch. Taken die zich opstapelen, werk en gezinsleven, stressvol. Hè? Begrijpen we allemaal. Maar onthoud dat je geest geen machine is die je tot onderwerping kan dwingen. Je kan niet zeggen, je moet 24 uur door blijven gaan. Het is een levend, ademend organisme dat de juiste hoeveelheid voeding nodig heeft, de juiste hoeveelheid zuurstof en tijd nodig heeft om opnieuw te kalibreren en te verjongen. Dus door een stapje terug te doen en je geest op de juiste manier te behandelen, kun je op jouw beurt nog veel meer uit je dag halen. Even korte samenvatting. Wat je het beste kunt doen om meer focus en energie te hebben, dat zijn dus deze punten. Voldoende slapen. En dan bedoel ik ook echt slapen. Hè? Niet gewoon in je bed liggen, maar slapen. Pauzes nemen. Water drinken. Voldoende water is sowieso goed voor je hele lichaam. En je gezondheid. Water drinken. Maar ga ook zweten. Ga lekker eens wat trainen. En dat kan bijvoorbeeld, voor mij, wat is dat in de tuin werken. Train je hersenen om langer te focussen. Gewoon met die oefeningen die ik heb aangegeven. Hè. Ga elke keer een stapje verder. Eet hersenvoedsel. Dus eet gezonde voeding voor je hersenen. Wat over het algemeen ook goede voeding voor je lichaam is. En ontspan op tijd. Gewoon op tijd ontspannen. Ik ben er een groot voorstander van. Op tijd ontspannen. Ik kan ook heel makkelijk ontspannen. Dus dat is wel een groot voordeel natuurlijk. En dan hebben we alweer gehad eigenlijk. We gaan er snel, hè? Al ruim 20 minuten bezig. Nou, dat waren dus 7 punten voor een mentale focus en voor meer energie. Doe mij een plezier. Als je dit leuk vond, zet dan even een opmerking onder de replay. Of nu, mag ook. Zodra als de replay online staat, dan is het best wel leuk. Dan weet ik wie er gekeken hebben en wie het interessant vinden. Maar geef dat dan ook bijvoorbeeld door aan vrienden en bekenden. Elke week ga ik een heel leuk onderwerp behandelen. Vind ik zelf leuk. En ik denk dat er nog meer mensen zijn die het leuk vinden. En dus volgende week ga ik het hebben over. Wat is nou wellness? We horen dat heel vaak, hè? Wellness. Horen we om ons heen. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, daar ga ik eens wat dieper op in. Ook gedurende een minuut of 20. Misschien wat langer, weet ik niet. Want het blijkt veel meer te zijn dan dat we denken. Wellness. Vond je het interessant wat ik gezegd heb? Wat ik verteld heb? De manier waarop ik het doe. Wil je wat adviezen over goede aanvulling op je voeding bijvoorbeeld? En voor een betere focus. En voor meer energie. Dan reageer dan onder de video met yes. En neem contact met me op. Of neem contact met me op via Messenger.
Reageer even op dit e-mailadres info@renevandeschraaf.com. Dat mag ook. Als je daar even aangeeft dat je wat meer informatie wilt. Nou, dan gaan we daar even gezellig over kletsen. Ik denk dat dat wel een goed plan is uiteindelijk. Dat was deze aflevering van Drink Thee met René. Hij is nog niet helemaal op. Maar dat gaan we nog even doen. En nogmaals, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zet het er even onder de replay. En ik hoop dat jullie volgende week ook weer kijken. Nodig wat vrienden of bekenden uit. Want het zijn hele eenvoudige tips waar ik het over heb. Maar die kunnen best wel aanzienlijk je leven een stuk aangenamer maken. En daar gaat het uiteindelijk om. Het zijn allemaal positieve punten. Waardoor je leven gewoon wat leuker wordt. Ik dank jullie voor de aandacht. En ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Fijne avond nog. Dag.